Volendam ontvangt aan de dijk. Cambuur, Volendam 11e na 3 gelijke spelen en 1 overwinning. En Cambuur 5e met 1 puntje meer dan de ploeg van Gert Kruis. En het is Cambuur dat op voorsprong komt. 9e minuut. En de... Het zal niet voor het laatst zijn dat deze twee spelers elkaar opzoeken en het duel aangaan. Dat wordt nog leuk. En dit is een heel leuk schot van De Leeuw. Van het seizoen. En alles lukt. Hier is Bob Schepers. Die geeft een strakke voorzet. Waar zijn de verdedigers van MVV? Nergens eigenlijk. Melvin De Leeuw. 4-0. Uurtje gespeeld. Hoekschop van Turk. En daar de goal. De Leeuw. Is hij nog aangeraakt door De Vries? Het heeft er al het schijn van. En dus noteren we nummer 2 voor Mark De Vries in dit duel. Weer heel erg blij. Dissels met een heerlijk balletje op Drosten. En dan zou je zeggen, De Vries zoeken, die wordt niet gevonden. Maar wie wordt er wel gevonden? Jawel, Melvin De Leeuw. Mooie goal, 2-2. Dan hebben we 57. De Vries, dat is een uitstekende bal op De Leeuw. Die kan het dan gaan afmaken. Melvin De Leeuw wacht, glijdt en raakt de bal kwijt. Nee, dat niet. De Leeuw, nou, alle ruimte afgeven, zelf afmaken. 4-1. En over. Cambuur, de nummer 2 in de Jupiler League, verloor dit seizoen alleen van koploper Eindhoven. En kan vanavond de derde overwinning op rij boeken. Het wordt in ieder geval in het zadel geholpen door doelman Doudé van Dordrecht. Die levert zomaar de bal in. En dan is het uiteindelijk Barto. Geen vrije trap. En dus nu deze aanval. Het is ook geen buitenspel voor Melvin De Leeuw. Dan moet dit de 4-0 wel worden. Is er ruimte voor het doel? Ja, daar komt Schepers aan. Maar De Leeuw doet het zelf. Prima aanval. De Leeuw. We beginnen nu aan de linkerkant bij Cambuur, rechts Schepers, De Vries, Taylor blijft liggen, De Vries haalt uit en het... En Boer lijkt niet zijn wedstrijd te hebben. De Leeuw probeert van afstand, aardig schot, slechte redding en dan 3-0. Geblesseerd is uitgevallen. 4e minuut van de extra tijd inmiddels, Lambeau staat een beetje om zich heen te kijken. Dat is niet echt handig. En... Tegen Os in de laatste wedstrijd, Dissels, Friebel en Toet er niet bij, hier de 3-0. Van Melvin De Leeuw, dan hebben alle drie de aan. RBC zet alles op alles. HGOVV krijgen ze die bal niet weg en dan is daar Melvin De Leeuw die zorgt. Tweede helft, een dikke 10 minuten onderweg. Het publiek vraagt al om alles of niks en krijgt een goal van De Leeuw. Puur in Leeuwarden en de thuisploeg begint sterk, is gretig en dit is De Leeuw. De Leeuw zoekt ruimte om af te spelen, maar gaat schieten. De Leeuw schiet en de bal gaat... RBC loopt over een heel dun kort. Zo sta je in de topklasse en zo blijf je in de Jupiler League wellicht. 3-2 voor RBC Roosendaal. Fuachapa plaats op de bank bij RBC Roosendaal. En die ziet dan in de 34e minuut dit fantastische doelpunt van Melvin De Leeuw. En zo komt zijn ploeg op een 1-0 voorsprong tegen Fortuna Sittard. Wedstrijd overigens onder leiding van Jeroen Abbing. Die natuurlijk een fantastische omhaal. De kopbal van Mierlo en dan zeer atletisch. Wedstrijd tegen Telstar dus dat de laatste 4 wedstrijden niet had verloren. De ploeg van de afscheidnemende trainer Jan Poortvliet. In de tweede helft komen de doelpunten. Zoals hier een prachtige van Martijn van der Laan op aangeven van Mel. Oh, volgende mogelijkheid en die zit erin. RBC op voorsprong door Melvin De Leeuw. Onbegrijpelijk. En dan komt RBC wat beter in de wedstrijd. Het schot van richting veranderd van Brok. Dit is een goede combinatie met Toet die net vader is geworden. En de bal uiteindelijk voor de voeten van De Leeuw. Dat is een aardige pegel van Toet en de herkansing wordt benut. Wordt binnengeschoten door Melvin De Leeuw. En 3-0 bij rust. Dan in de tweede helft tapt RBC uit het spreekwoordelijke andere vaatje en komt het terug in de wedstrijd. Want we binnen maar een paar minuten onderwijs als hier de kans naar geklungel in de verdediging van Emmen komt voor Melvin De Leeuw. En hij lid Oud-Cambuurkeeper. De Leeuw. 24 minuten onderweg. RBC Dordrecht. En Veerman en de goal. Veerman, heerlijke goal na die voorzet. Van De Leeuw. Ik ben niet onverstandig. Daar komt de trap gekopt door De Leeuw en die gaat er ook in. 1-1. Melvin De Leeuw. Deze, Johan Vosselman.
Dus in het begin van de wedstrijd tegen Telstar. Hier komt de kans en die wordt gemist. Hier is Van Driel weer. En daar staan de koppen al en het doelpunt. Hoe is het mogelijk? Hij hoeft niet eens de lucht in, Melvin. 3-0. Zeer verrassend toch wel van Sparta.